En daar gaan Pascal, Riekje, Diana, Annika, Jirina en Evelien richting het bouwterrein. Is dat verstandig? Ook geen probleem. Nee, nog één keertje omdat het zo mooi uitzag. Let op. Hoppatee. Ik ben Annika. Ik ben 22 jaar. Ik ben naar de technische universiteit. In Delft. Op 17 januari is het zover. Dan wordt de boor gedoopt van de sluis Kiltunnel. En dan moet hij ook klaar zijn. Want de boor moet, eenmaal in functie, zo'n 3 maanden onafgebroken boren om de ruim 1 kilometer af te leggen naar de andere kant van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Het snijrad is inmiddels in de put gelift en gemonteerd aan de brilwand. Een metalen wand die het beginpunt markeert voor het boorproces. Voordat de rest van de 80 meter lange boor aan het snijrad vastgemaakt kan worden, moet er eerst nog een beschermingsomhulsel om het snijrad heen gemonteerd worden. Flink zwaar, dus de kraan van vanavond is een stevige jongen. En het moet heel precies, er is weinig extra ruimte. Precieze nachtelijke klus is het omhulsel op zijn plek. Nu nog vastzetten met ontelbare bouten. En dan komt de rest van de boor er tegenaan. Volgende keer zien we hoe de betonnen elementen arriveren en gelost worden.